kijk eigenlijk toch wel uit naar het XL Media Lab, want wat sommige mensen niet weten van mij is dat ik eigenlijk heel graag game. En ik kijk echt wel uit naar die VR-games, omdat je dan gewoon wordt meegezogen in een totaal nieuwe wereld en alles is echt zo'n 360 graden. En dat is iets dat ik nog nooit heb gedaan. Ik ben ook echt benieuwd naar Super Furball Red Dead Toekomst, omdat dat is een film die nog niet is gedubt, maar ze gaan die live dubben ter plaatse. Dus dat gaat waarschijnlijk echt zo iemand zijn aan mijn bureautje met een lampje voor de tekst af te lezen en dan de tijdscode. En dat is echt iets dat je niet wilt missen, denk ik. Toch wel een van mijn favoriete programma's is het 12-16-plus programma, omdat dat is samengesteld door een groep jongeren. En er is heel veel diversiteit. Je hebt bijvoorbeeld een animefilm of een Ierse horrorfilm of gewoon een Belgische film. Dus er is echt voor ieders wat wils. En ja, vooral dan voor de oudere filmkijkers is dit toch wel een aanrader.